Nou, ik wou even een update doen van onze Duitse staande draadhaar. En die is hier nou 2 maanden, hij is nou 4 maanden oud. Met zijn melktandjes, hè. Ho. Ho. Zo ga ik zijn baardje maar even doen. Dat is wel hard nodig. Hey, hey, hey. Soms laat ik hem wel eens loslopen op een stukje dat het geen kwaad kan. Maar hier zitten allemaal ganzen, brandganzen en rotganzen. En als je daar langs loopt met de losse hond, dan gaan ze zeker op de vlucht. En er loopt daar iemand, maar je ziet als die maar een beetje rustig blijft, dan willen ze ook geen energie verspillen. Ze zijn allemaal rotganzen. Sommige boeren zeggen het zijn allemaal rotganzen, maar achter gaan ze toch. Zie je dat? Is toch jammer, hè? Rotganzen. Nou, dit is mijn 4e hond. En 2 keer had ik een volwassen hond. En ik had 2 keer een puppy. Maar de vorige keer was het wel bijna 30 jaar geleden. Ik heb wel altijd jachthonden gehad. En mijn eerste hond was een flatcoat retriever. En die was een beetje dun. En die werd ook altijd aangezien voor een Ierse setter. En ik vond dat loopje heel mooi. En ik dacht, welke hond wil ik dan eventueel later? En toen dacht ik eigenlijk altijd aan de Duitse staande korthaar. Maar ik wist nog niet dat dat ook een heel ander type jachthond is. Een retriever die blijft een beetje bij je in de buurt en die brengt dingen terug eigenlijk. Dat is zijn hoofdtaak. Maar een voorstaande hond die gaat juist zoeken naar dingen. Die gaat allemaal initiatieven ontplooien. Heel ander karakter. Mijn tweede hond was al een Duitse staande korthaar, maar die was 6 toen ik hem kreeg. Dus ik zal nooit weten hoe die nou geweest zou zijn als ik die van puppy af aan had gehad. Nou, ik heb nou een draadhaar, maar dat had ook misschien wel een korthaar kunnen zijn geweest. Hoewel het wel heel goed uitkomt dat hij met die dikke vacht hier heel goed uit voeten kan. Er schijnt toch een groot verschil te zijn tussen draadharen en kortharen. En dat zei die jager in ieder geval waar ik hem van kocht. Hè, die zei van als hij aan het jagen was, dan waren die kortharen altijd aan het piepen. En deze waren veel rustiger. Nou, dat wist ik dus niet. Maar dan kun je nagaan wat genen doen. Hè? Dus ik mag er ook wel bij zeggen, hij luistert eigenlijk hartstikke goed. Zeker voor een puppy. Maar ook dat schijnt bij de soort te horen. Hè? Kan je nagaan wat allemaal in de genetica zit. Sorry mam, het was de genetica. Vond je dit een leuk filmpje? Like hem dan en abonneer je op onze pagina. Dan blijf je altijd op de hoogte als we weer een goed idee hebben.